Marijs, je hebt een werk gemaakt voor het bezienershuis, voor de feestdagen. En als ik het goed heb begrepen, dan rijden we nu door de Groesbeekse weg. We rijden van Groesbeek naar het Zwaantje en van het Zwaantje weer terug naar Groesbeek. En dat is een hele lange bomenlaan. En ik maak altijd houtgravures, want het gaat vaak over bossen. Mm-hmm. En we reden hier en ik heb dit filmpje gemaakt en dat heet Meanwhile Moment. Dat zijn eigenlijk de momenten tussen de houtgravures. Dus eigenlijk onderwijl, als ik niet aan de houtgravures ben, gebeuren er ook weer dingen. Okay. En die krijgen dan weer een titel. En toen werd ik voor dit gevraagd, voor het bezienershuis. En toen bedacht ik opeens van, eigenlijk is dit perfect daarvoor. Die rit van Groesbeek naar het Zwaantje. En dan weer heel snel achteruit terug. En weer van het Zwaantje naar Groesbeek. Mm-hmm. En het zijn dus vier ritten. Ja, ja. Vier verschillende ritten. Vier verschillende ritten. Ja, ja, ja. En het licht is ook anders. Je ziet het licht van het Zwaantje naar Groesbeek is veel lichter dan het van Groesbeek naar het Zwaantje. Dus met lichtval merk je ook heel erg. Oké. Je hebt het werk ook in het verlengde van een ander werk gemaakt, die je in de loop van dit jaar, van het voorbije jaar... Ja, hiervoor had ik op de Willemsweg Verwijderd Bos gemaakt. Mm-hmm. En dat was kreeg ik ook een opdracht om daar de grote etalages, om daar iets te doen. Een opdracht van het CBK? Van het GBK. En die heb ik de etalages, waren 9 ramen, heb ik licht wit gekalkt. En toen heb ik ze net als met een gravure heb ik het eruit gehaald. Dus de bomen heb ik verwijderd. Mm-hmm. En het mooie van dat was dat wat je erbij kreeg was als de zon scheen, viel het hele bos op de grond als een nabeeld. Ja, ja. En het viel dus eigenlijk de ruimte binnen. Het ruimte binnen. Dus wat je hier doet, is het omgekeerd. Is het omgekeerd. Hier gaat het van binnen naar buiten eigenlijk. Ik toon het binnen en het is buiten te zien. En daar was het voor buiten gemaakt en je zag het binnen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft hebben die werken, zonder dat ze het heel erg op elkaar lijken, hebben ze toch heel erg met elkaar te maken. Mm-hmm. Ja, het is een prachtig resultaat. We zijn er ontzettend blij mee. Dank je voor je bijdrage. Hartstikke leuk. Ik vind het ook hartstikke leuk dat ik dit om te doen. Kanten. Ja, dat is Ach, de hele man. Dag en de nacht, hè? Dat is echt. We Ach, de hele knakker. Nacht horen wij de kanten. Jezus, dit is niet normaal. Gaat ook even. Vind je het goed werk? Ja, ik ben er heel tevreden mee.